Ik weet niet of je die kan aaien, maar dan moet je omlopen. Maar dan worden je schoenen vies. Oh ja, ja. Ik kom ook met witte schoenen zolen op een boerderij, maar lijp jij ook. U kent hem wel, boer Ayoub, de jongen die helemaal gek is van het boerenleven en vorig jaar compleet viral ging met allerlei filmpjes, krijgt nu een eigen tv-programma. Mijn droom is dat ik mijn eigen boerderij heb met stukken van 100 koeien. Dan word ik gelukkig. Ik herinner me altijd eigenlijk al van dat ik boer wilde worden. Yo! Hoe is ie? Goed, jongen. Ja, lekker, goed. Man. Dankjewel. Hoe is ie met jou? Ja, heerlijk, man. Perfect, heerlijk. Mooi weer is het vandaag. Ja. Ik voel me goed. Ja, een beetje in je natuurlijke habitat hier ook, natuurlijk. Onder andere, ja zeker. Ze zijn aan het eten, ja. Ik heb dit net aangeschoven en nu zitten de dames weer lekker te grazen. De dames, ja. En hoe lang ben je al wakker? Ik ben al sinds 5 uur 's ochtends ben ik op. Je eerste tv-programma. Ja. Dat is een behoorlijke doorbraak, denk ik zo. Is het. Nou ja, ja, het is gewoon een serie waarin ik gewoon laat zien hoe ik te werk ga, wie ik nou eigenlijk ben. Dus je maakt gewoon, kennis met boer Ayoub. Ja. En met Ayoub. En wie ben je dan? Zeg maar, waar leert de kijker kennis mee maken? De kijker leert gewoon boer Ayoub kennen. Ayoub is geboren en getogen in Amsterdam-Oost. Maar hoe ik het beter kan zeggen, zijn hart ligt in het platteland en zijn nieren in de stad. I don't know where to go. Let's go! Nou, ik zat op de middelbare school en al mijn klasgenootjes kozen een beetje dezelfde kant op. En dat was sport en bewegen, ICT, administratie. Ja. En ik kon me daar niet in vinden. Ik dacht van, ik moet later ook gewoon solliciteren. Ik wil gewoon iets doen wat niemand anders in de klas deed. En toen had ik een lerares op school en mevrouw Straver en die was boerendochter. Dus ik heb aan haar gevraagd van, hoe is het nou om te wonen op een boerderij? Ja. Dus zij zei, moet je even stage gaan lopen? Ja, ja. En toen ging ik vragen naar prijzen en het stond me eerst aan voor de prijzen. Ik vond het wel mooi, zo wat de koe kost, vond ik wel prachtig. Maar toen zei de lerares tegen mij van, je moet het wel doen voor de liefde. Je moet het niet doen voor het geld. Want hoeveel kost een koe? Ja, dat verschilt met fosfaatrecht of zonder. Met? 7000. Nou, dit is Jacoba. Moeilijke koe, maar gaan we binnenkort even lekker goed scheren. Daarnaast, weet je het nog? Nee, ik weet niet precies. Maar die heeft wel een naam ook? Ja, ze hebben allemaal een naam, hè. Die witte, dat is een hele makke. Die heb ik ook laatst geschoren pas. Okay. Dat kan je ook heel mooi zien. Dus die is makkelijk te aaien, zeg je dan eigenlijk? Nou ja, nee, ik weet niet of je die kan aaien, maar dan moet je omlopen. Maar dan worden je schoenen vies. Oh ja, ja. Ik kom ook met witte schoenen zolen op een boerderij, maar lijp jij ook. De laatste jaren is er natuurlijk ook wel wat kritiek ontstaan, hè? Op boeren, bio-industrie. Hoe zit jij daarin? Op dit moment, ik krijg wel natuurlijk van alles mee. Maar op dit moment is dat niet mijn gevecht. Mijn gevecht is een boerderij voor mezelf halen. Dat is, dat is mijn grootste probleem op dit moment. Ja. Is gewoon mijn eigen boerderij voor elkaar krijgen. Ja, en dan wordt er een beetje naartoe gewerkt, geloof ik. Natuurlijk, dat is het doel. Ja, ja. Dat is de droom. En waar moet die boerderij allemaal aan voldoen dan? Ja, als er maar koeien staan. Weet je, als het maar van mij is, dat is het belangrijkste. En daarna zien we wel. In de serie zie je gewoon hoe ik in gesprek ga met de bank. Een financieel adviseur, een agricoach. Caroline van der Plas zie je ook. Ja, maar je hebt een lening nodig natuurlijk. Het kost allemaal heel veel centjes, ja, er kan zijn me voorstellen. Gewoon, er zijn heel veel manieren om aan een boerderij te komen. En waar moet die staan? Maakt niet uit, als er maar koeien staan. Waar en wanneer kan men dit volgen? Kan men dit zien? Vanaf dinsdag 21 december, 8:30, bij NPO 3. Bij Caro en CV. En dan elke dinsdag. Juist. Elke dinsdag. 8:30. Je wordt een ster, man. Nou, ik heb geen idee. Als ik die boerderij maar voor elkaar krijg, dan ben ik blij.